europeo, porque ya está aquí entre nosotros Karim Benzema. Ik ben Henk. Oh, die wil echt ziek, ouwe. Finish him. No, don't do it. Yes, yes. No, Jonko hier zo. In deze video wil ik weer de Weekend League gaan spelen. En we gaan weer fucking strijden voor rank 1, man. Strijden voor die 19-1. Voordat we gaan beginnen aan dit avontuur, heb ik eerst nog even iets anders. Tussen de SBC's zag ik ook een icon pack staan. Het leek me wel een goed idee om hem nu even te openen. Gegarandeerd 1,89 plus legend. Dus wie weet pakken we iemand die kan meedraaien bij de Bamboo Boys. En deze SBC kost 500k. Ik moet nog 2 squads inleveren en ja, ik heb geen spelers. Ik heb weer helemaal geen fodder. Gelukkig heb ik nog de rewards van Rivals. De wekelijkse rewards. Dat zijn ook best wel goede packies. Dus ik hoop dat ik hier een paar goede spelers uit kan getten. Daadwerkelijk echt kan gebruiken in mijn team. Dat gebeurt nooit. Oh, Mijnans. Bankzitter. Toppie. Wacht, wat de fuck heb ik nou net gedaan? Wacht, ik besef het net. Oh, Mijnans. Bankzitter. Toppie. Oh, die had ik gewoon gelijk in die SBC kunnen stoppen. In plaats daarvan pak ik iemand van 80. Hier, hoppakee. Ruben Dias. Hier, 85 nog eentje. Oké, dit kan ik wel goed gebruiken, man. Ja, man, we hebben een paar guys gepakt die we in de SBC kunnen doen. Right, ik ben ready om de icon pack te openen, man, boys. Gegarandeerd 1 legend. Met mijn wijsvinger zou ik het doen, want dat brengt geluk, zeiden ze in Thailand. Go. Kunnen we deze guy gebruiken of niet? Laat me de nationaliteit zien. Mexicaans, wat? Maar er is nog maar 1 Mexicaanse legend in dit spel. En dat is mijn spits, Hugo Sanchez. No! Wat? Ik heb 93, Hugo. Hoezo dit? Hugo Sanchez, boys. Hey, het is zijn zoon. Maar ik heb ze 93 al. Hoezo zou ik ze 92 willen? Volgens mij heb ik net zijn zoon gepakt, hoor. Dit is volgens mij gewoon zijn zoon. Ja, die gaat in... die mag in Jong Bamboe spelen. Bamboe B. Ja, man. Deze is voor de toekomst, man, boys. Ik ga nu niet doen of als ik echt had verwacht dat ik Pelé zou krijgen. Het is gewoon Hugo Sanchez, zijn zoon. I know, man. Uit, ja, 92 Hugo kunnen we niet gebruiken in ons team, want we hebben fucking 93 al. Oh ja, het maakt niet uit, man, boys, we gaan door, want ik wil jullie ook nog even wat vertellen over mijn team. Ja, man, er zijn een aantal changes gemaakt aan het team. Kort na de laatste video heb ik 89 Valverde gepakt, onverhandelbaar. Hij moest 100% in het team, dus ik had Zanetti voor een ruime miljoen verkocht om plaats voor hem te maken. Maar hij heeft natuurlijk wel iemand nodig die met hem linkt. En aangezien ik een volledig Serie A team heb, gaat het moeilijk worden. Het was tijd om een Real speler te kopen voor de Valverde link. Met een budget van ruim 3 miljoen muntjes ging onze technische staf op zoek naar de man die paste in dit plaatje. En we kwamen al snel tot de conclusie dat er maar 1 echte kandidaat was. Have a crack here. Getting closer. Vijf sterren zwakke been. 99 afmaken, 99 precies. Hou op, man, hou op. Met een team als dit kan het bijna niet meer misgaan, man. Tijd om rank 1 binnen te slepen. Foggia AS, dat is echt de meest default naam. Ik heb geen default team. Oh, heb Zanetti. Hey, Zanetti gaat revenge op ons nemen, man, boys. Ik heb hem verkocht. I'll end you! Geen stress. Wat doet hij allemaal? Nu al gelijk. Oh, dit gaat wel snel. Oh, dit is een free win. Ja. Hij ging letterlijk aan de kant. Wacht, wat? Bro, deze man is wel echt heel slecht, hoor. Dit is wel echt een beetje... heel erg. Die maakt nu echt even wat mee. Ga nou maar lieve, jongen. Hier, goed zo. Hij kan me horen, volgens mij. Roadtrip FC Ajax. Fucking Ajax. Oh, daar heb je Ronald Koeman. Ik zie hem, hadden we moeten packen net, man, boys. In plaats daarvan kregen we het kind van Hugo Sanchez. We hebben wel de paai. Dit is wel een beetje een soort van een Hollands team. Hoppa. Ja, want nu wil je wel lieven.
Ik sta op het punt om 6-0 te maken, dan vind je het wel mooi geweest. 5-0 was niet genoeg. Big Flu, man, bro. Big Flu gaat hem nemen. I don't give a fuck. Rechts. Hij gaat naar rechts. Nice. Hopen dat we kunnen winnen van Bingo Ingo. Hup. Oh, die was echt ziek, ouwe. Ik heb begrip, pik. Ik heb begrip. Ik had hem ook geliefd. Als iemand dit bij mij zou doen. Ben ik toxic eigenlijk? Ik ben niet toxic, toch? Ik ben gewoon normale speler. Respectvol. Dit potje liep helemaal in de soep, man, boys. Ik doe nu even een voice-over, want tijdens het potje was ik aan het huilen en dus kwam er niet veel zinnigs uit. Eindstand 4-2 verloren. We gingen nu 7-2. Rank 1 is niet meer haalbaar. Alle focus is nu op rank 2. Zou dit een Amerikaan zijn of zo? Nou, wel een goed team. Jawel. Hij heeft zelfs Pelé, die gek. Jawel, hij heeft wel een goed team. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Fuck jou! Gewoon irritant zijn. Waarom zet je hem op pauze, jongen? Wat is er, bro? We komen net uit de rustperiode. Oh, hij speelt niet. Wow. Oh! Bro, maar no, maar hey, luister. Ik kan er ook niks aan doen dat jij lekking bent, man, bro. Stel, mijn controle was even dood geweest of zo. Had jij er ook gewoon gebruik van gemaakt? Rat. Baby Alberto. Hij heeft ook gewoon Hugo, man. Kom op dan. Kanker, joh. Nuno Mensch. Nuno Mensch. hey, wow. Wacht, ik moet even opletten. Wacht. Let's go, Benzema. Om met nog 5 potjes te gaan zat de spanning erop. Rank 2 is nog haalbaar, maar dan moet alles worden gewonnen. Anders wordt rank 3, net zoals de laatste video. Voor goed geluk stelde ik het OG McDonald's shirt in. Met het McDonald's shirt aan kan er niks meer misgaan, toch? We zaten in de zone, man, boys. Er was niks dat ons ging stoppen. De kalme opbouw zoals altijd. Ik player lock Hugo om hem vrij te krijgen. Benzema's loopactie is gezien en het is een easy finish. De tweede goal was een beetje lucky met de rebound, maar de groene timing zorgde ervoor dat mijn tegenstander de handdoek in de ring gooide. Het stond al 1-0 voor mij en op een gegeven moment kreeg Pogba het op zijn heupen. Trucje lukte net niet, maar Pogba is zo sterk dat die Vieira hier gewoon loopt te pesten. Groene timing, buitenkant voet en deze guy ging osso. Dit was mijn ene laatste potje, man, boys, onderweg naar ring 2. Pogba speelt hem in de kleine ruimte, Politano in de voeten, Berba spin en goal. Maar we waren hier nog niet klaar. Benzema met de schijnbeweging. Player lock hem op Hugo, terug naar Benzema en kat in het bakkie. Deze man kon het ook allemaal niet aan en gooide de handdoek in de ring. Met nog 1 potje te gaan scheet ik zowat in mijn broek. Als er niet wordt gewonnen kunnen we gedag zeggen tegen Rank 2. Dus let's get it, laten we dit goed afsluiten. Zo, die verdediging ook gek. Oh, hey, yo! Oh! Broer. No, man, bro, ik, yo. Fucking 3 goals tegengekregen, ik zag het niet meer zitten. Maar nadat Hugo kort voor rust toch nog eentje prikte, was de hoop een klein beetje terug. Het was Hugo die vervolgens 3-2 maakte. En het duurde niet lang voordat het 3-3 stond. Eindelijk waren we terug in de wedstrijd. We moeten dit nu volhouden en geen fouten meer maken. Alle ballen op Hugo en de verdediging vanaf nu waterdicht houden. Eindelijk waren we terug in de wedstrijd. We moeten dit nu volhouden en geen fouten meer maken. Benzema. Di Maria. Lekker man, bro. Dat was geen Di Maria. Hé, hey, wat is dit voor wedstrijd, gap? Guarda. Oh, fuck. Lekker man. Het is pizza time. Ik had eigenlijk een Macarena moeten doen. Volgens mij is dit die Spaanse dans. Deze is ook wel flex, ouwe.
kunnen we toch nog goed beëindigen. We stonden 3-0 achter. What the fuck, ouwe. Lekker man, we bleven strijden en we hebben de win in de bag. Rank 2 is behaald. 18-2 zijn we gefinished. Dit was hem weer, man boys. Ik heb allemaal packs gekregen, maar dat is de moeite niet waard om te showen. Ik zie jullie in de volgende Weekend League. Tot dan, stay safe, later.